passanten die langs dat gedenkteken lopen. Die lezen dat ter nagedachtenis aan de Dampet-affaire. Dan weten ze niet wat de Dampet-affaire is. Dan hebben wij gedacht, ja, laten we maar iets ter verduidelijking aanbrengen. In 1944 werd een groot aantal Indische jongens uit Malang en omgeving, Oost-Java, vanwege hun anti-Japanse houding te werk gesteld in een strafkamp nabij de plaats Dampit. Velen van hen belanden vervolgens in gevangenissen, waardoor executies, martelingen en ontberingen tenminste 22 van hen het leven verloren. Menig overlevende ondervond nadien door de ondergane mishandelingen blijvende fysieke en psychische schade. En dan gaan we kijken. Maar die doen wel met vier vast, hè? Ja, ja. Tuurlijk. Die loyaliteitsverklaring was, dat waren twee vragen. De eerste vraag was of je bereid was om met Japanners mee te werken tot de vorming van een groot Aziatisch Rijk. En de belangrijkste vraag was of je al afstand had gedaan van het Nederlandse Koningshuis. En dat waren juist als Indische mensen ben je trouw aan het Koningshuis. Ja, waarom? Dat is gewoon gevoelsmatig. Ze zeiden tegen ons, jullie zijn geen Nederlanders. Of niet, geen volbloed Nederlanders. Jullie hebben gemengd bloed. Dus eigenlijk horen jullie hier thuis. Dat was ook zo. Wij horen daar thuis. En jullie moeten meedoen met de rest. Maar ja, maar dat wilden wij niet. Want ten eerste, je opvoeding was helemaal anders. Hè? En je ouders, de meeste ouders die waren, de meeste mannelijke, ja, dus de vaders en zo, die waren allemaal geïnterneerd en zo'n dingen. Dus wij zeiden, nou nee, dat doen we niet. Ja, meedoen met jullie. Dus wij hadden een anti-Japanse houding. En daardoor zijn we eigenlijk opgepakt. De ondervraging, ik had er eigenlijk weinig over zeggen, want het grijpt weer altijd aan. Maar het begon heel eenvoudig. Je komt binnen in zo'n cel en er zit een Indonesiër, die zit daar en die zegt naam, wie is je vader, enzovoort, enzovoort. Dus gewoon normale vragen. En zei, ken jij Benny van Dam? Nou ja, ik wist wie dat was, maar hij zat ook op de HBS, maar een paar klassen hoger. Dus ik kende hem niet. Toen zei ze, ken je Teddy Monfils? Teddy Monfils zei, ja, want die woonde bij mij schuin tegenover mij. Hij zei, ja, Teddy heeft gezegd dat jij tot zijn groep behoort. Nou, ik wist van niets. Ik was helemaal confuus. Ja, tot zijn groep en hier heb je een lijstje van wat jij allemaal gedaan zou hebben. Ik zei, nou, dat heb ik niet gedaan. Nou, toen begon hij me af te ranselen met de zweep. Oh, Dampit is eigenlijk de plaats. Dampit is een plaats. En dat kamp van ons, dat lag ongeveer, wat ik al zei, ongeveer een kilometer of 15. 14, 15 kilometer naar de zuidkust toe. Er was een oude koffieonderneming was dat. Een rubber- en koffieonderneming. Daar hebben ze hekken omheen geplaatst. En daar zaten we. Er waren 350 jongens, geloof ik, die daar zaten. Heel gemeen begon het op te lopen. Het eerste was dat ik lichtsignalen zou geven aan vliegtuigen. En dat ik voor als Amerikanen zouden landen daar, zou als gids zou optreden, omdat hij bekend was uiteraard in Malang en in de buurt. En later begon het met van dat ik bruggen zou opblazen, of enfin, meer echt gewone dingen. En
ja, dan zeg je, nee, dat heb ik niet gedaan. En toen zei hij, als je geen ja zegt, dat schiet ik je zo dood. Als jongen van 16 jaar, dat vind je natuurlijk heel vervelend. Dat is niet zo, dan werd je opgehangen. Dus dan moest je op een bankje staan. En dan werd je zo opgehangen. En dan trapten ze dat bankje weg. Schopten ze dat bankje weg. En dan, dan zat je. Ja. Dat was niet fijn. Dat moet ik wel vertellen. Dan kwam je hele gewicht op jouw schoudergewrichten hier zo te staan. Hè. En dan ben je, Want ik heb nog, ja, dat is het. Dus een van die jongens, de Roy van Zuiderwijn, Carlie de Roy van Zuiderwijn, die heeft toen tegen mij gezegd, want hij zat al eerder daar. Die zat al geloof ik 2 maanden eerder. En die heeft mij toen, dit trucje geleerd. Hij zegt dus, als je ziet dat ze dat bankje willen wegschoppen, hij zegt, dan moet je jezelf even optrekken en dan rustig laten zakken. Hij zegt dan, dan valt niet ineens je hele gewicht op je schoudergewrichten, zegt hij. Ja, inderdaad, dat was ook zo. Je wordt in een ton met water gestopt, tot hier. Zeg, heb je dat gedaan? Nee, deksel erop. Je wil niet verdrinken. Dan zeg je, nee, deksel. Je kunt niet ontkennen. Dus je bekent alles wat los en vast zit, wat ze maar willen, beken je. Dus dan werd je weer in je cel gestopt. En dan deden ze weer niks met je. En dan, na een paar weken, dan haalden ze je weer eruit. En dan begonnen ze weer te verhoren. En je was al zo verzwakt. En ik moest een ding tekenen dat wat ze dachten dat ik dat gedaan had. Maar ja, ik weigerde dat. Ik werd geëlektrocuteerd met een vliegtuigdynamo. He, dan zat je dus op de in kleermaker zit op de grond. En dan gaven ze een Jens aan die dynamo. En dan werkelijk ongelogen. Terwijl je zit, spring je zo'n eindje de lucht in. Zo. Door die klap. Ze hebben het gedaan tussen mijn oren en ik was meteen bewusteloos. Ze hebben me bewusteloos naar de cel kunnen brengen. Ik bedoel, het zijn. Je kunt niets doen. Ze doen het en je bent volledig machteloos. Je bent volledig overgeleverd aan deze mensen. En het waren geen Jappen die ons ondervroegen, maar het waren Indonesiërs. Ik was al verzwakt en ik was ziek ook. Ik had dysenterie en malaria. Ik was al zo verzwakt en door die onvoldoende voeding enzovoorts. Dat ik tegen die rechercheur of tegen die dingen zei, die haalde een revolver tevoorschijn en die zette dat tegen mijn slaap. En die zei, als je dat niet tekent, dan schiet ik je dood. Ik zei tegen hem, ja, doe dat maar, want ik ga toch dood. Dus ik teken niet. Ik ben al zo zwak en zo, ik bedoel, ik ben ziek en dood ga ik toch. Dus ik teken niet. Dus ik zei, doe dat maar. Als je me wil doodschieten, dan doe je dat. Ja. Maar doordat er nog andere rechercheurs of mensen ook in die zaal zaten waar ik verhoord werd, is dat niet doorgegaan. Wij verkeerden in de veronderstelling dat wij ter dood veroordeeld waren. En we werden teruggebracht naar de zaal. En de dag erop, toen werden we weer uit de cel gehaald. Toen hebben ze 13 jongens van onze groep, plus Hans van Leeuwen van een ander groepje, die hebben ze van ons afgescheiden. En die zijn in dezelfde dag, op 5 of 6 juni, weet ik niet precies meer,
zijn die in Pujon zijn die geëxecuteerd, dus onthoofd. En er waren jongens allemaal van pakweg 15 tot 20 jaar. Die zijn onthoofd, ja. Er zijn er 14 onthoofd. Of, waaronder mijn vriend Hans van Leeuwen. Die was 1 jaar ouder dan ik. Die was 15 toen hij onthoofd werd. Vlak na de capitulatie van Japan, toen was je vrij. En al die jongens, die gingen, iedereen ging zijn eigen weg. Want het heeft nog heel wat moeite gekost om de adressen van Jan Jus weer bij elkaar te krijgen. Hoor. Toen, heel wat moeite. Iedereen dacht aan zijn eigen loopbaan, carrière. Maar ja, het was een rot periode, die liet je achter. En we dachten vooruit. Hè. Zij groeiden.